Goedenavond, vrienden. Wat fijn dat we vanavond in gesprek kunnen. Want net als de vorige keer toen het misging met de formatie, hebben we ook nu, denk ik, het nodige met elkaar te bespreken. Op 15 mei ging het mis. We hebben een meet-up gehouden en ook toen heb ik al jullie vragen beantwoord. En vanavond gaan we dat weer doen. Maar voordat je die vragen kan gaan stellen, wilde ik heel even iets vertellen over wat is er nou afgelopen week gebeurd. En wat zijn nou onze beweegredenen? Maar misschien moeten we eerst naar jou. Nee hoor, jij mag rustig vertellen. Mag ik gewoon vertellen? Echt waar? Oh, kijk, ik wilde niet helemaal. Ik denk dat heel veel mensen heel nieuwsgierig zijn naar wat er allemaal is volgd. Alright. Om daar maar gewoon gelijk te beginnen. Nadat het was stukgelopen, 15 mei, op het punt dat wij vinden dat je politieke vluchtelingen niet terugstuurt, bleek dat eigenlijk de enige optie was om tot de kabinet te komen weer te gaan praten met GroenLinks voor de andere partijen. Dat hebben we dan ook gedaan. En we zijn met elkaar gaan praten om te kijken of het verschil wat er toen was zouden kunnen overbruggen. En dat is helaas niet gelukt. Kijk, voor GroenLinks was het altijd helder. Wij zijn meer dan bereid om ervoor te zorgen dat we het vluchtelingenbeleid veranderen in Europa en in Nederland. We moeten ervoor zorgen dat migratie voorspelbaar wordt. We moeten ervoor zorgen dat we het beter organiseren met elkaar. Ik vind het heel belangrijk dat we kijken naar de situatie hoe die nu is. Op dit moment, de eerste 5 maanden van het jaar, zijn er in Italië 37.000 migranten aangekomen. 37.000 de Middellandse Zee overgestoken. 10 daarvan waren oorlogsvluchteling. 10%, sorry moet ik zeggen. 10% was daarvan oorlogsvluchteling. Al die overige migranten waren economische migranten. Mensen die helemaal geen recht hebben om hier in Europa te zijn. Wat wij voor ons zien is dat je afspraken maakt met de landen waar deze mensen vandaan komen, dat ze hun inwoners ook gewoon weer terugnemen. Dat is een manier om ervoor te zorgen dat je het draagvlak in Europa en in Nederland voor migratie op peil houdt. Want in al die gesprekken die ik heb gevoerd, of het nou is met kiezers van GroenLinks of met kiezers op andere partijen, zelfs op een partij als de PVV, kom ik zelden mensen tegen die zich zorgen maken over de opvang van politieke en oorlogsvluchtelingen, maar vooral van economische migranten die hier eigenlijk niet mogen zijn. We hebben er alles aan gedaan om eruit te komen. We hebben gekeken of we de verschillen konden overbruggen. Of we de anderen konden overtuigen van ons standpunt en of wij bereid waren een stap te zetten richting het standpunt van de anderen. Dat is niet gelukt. Helaas, ik had het graag gezien. Ik was graag gaan regeren met GroenLinks. Maar we moeten ook eerlijk zijn. De vooruitzichten waren sowieso al niet heel goed voor dit kabinet. We zijn nu 90 dagen verder, maar herinner je je nog net na 15 maart? En hoe er toen over dit kabinet werd gedacht. Het zou een onmogelijke opgave zijn om bij elkaar te komen. En onmogelijk is het gebleken. Want de verschillen waren groot. Niet alleen op het punt van migratie, waar het nu op misging, maar ook op het punt van klimaatverandering. We hebben dat nooit kunnen afronden, die gesprekken. Maar wat ik tot nu toe heb gezien van de andere partijen, is dat we de doelstellingen van Parijs bij lange na niet zouden halen. En ook op het gebied van ongelijkheid was de afstand groot. Als het gaat over onze grote wens om de verschillen tussen arm en rijk in Nederland terug te dringen. Dit is wat we de afgelopen tijd hebben gedaan. Toch gekeken of we de verschillen op migratie konden overbruggen. Het is niet gelukt. Ik vind het jammer. Ik ben teleurgesteld. Wij zijn hier op de fractie allemaal teleurgesteld. Want wat hadden we dat graag in het kabinet gezeten. Maar nu is het over. En gaan we door op een andere manier. We blijven doorbouwen aan onze beweging. En vanuit de oppositie zullen wij onze idealen een stem geven en proberen zoveel mogelijk resultaten te bereiken. Ik zou zeggen, volgens mij heb ik meer dan lang genoeg gesproken en is het tijd voor jullie vragen. Nou, die komen veel binnen. Oké. Okay. Waaronder van Bigrit Megens. Hier is mijn vraag. Hoe komt het dat Pechtold niet één lijn trok met betrekking tot het migratiestandpunt van GroenLinks tegen VVD en CDA? En dat je een betere onderhandelingspositie gaat? Bigrit, dat is een goede vraag. Kijk, eigenlijk zal je vraag aan Alexander Pechtold moeten stellen. Misschien dat hij ook nog wel een keer zo'n sessie doet. Ik kan alleen spreken voor de positie van GroenLinks. Kijk, D66 en GroenLinks hebben in het verleden altijd samen opgetrokken bij de beoordeling van zo'n Turkije-deal. Waarbij we altijd hebben gezegd, het gaat niet alleen over wat er feitelijk op papier staat. Hè, over de juridische formuleringen om te zorgen dat je zekerheid hebt over wat er gebeurt met vluchtelingen. We hebben er altijd allebei op geweest. Kijk naar de praktijk in zo'n land. En dan zie je in Turkije op dit moment, naar alle berichten van bijvoorbeeld Amnesty International, dat kinderen worden gedwongen om in textielfabrieken te werken. Dat ze niet naar school kunnen. Dat er wordt geschoten op vluchtelingen bij de Syrische grens. Ja, dan kan op papier een land wel voldoen aan de juridische
de juridische eisen om een veilig derde land te zijn. Maar als dat in de praktijk niet zo is, dan vind ik dat we daar niet afspraken mee moeten maken om mensen naar terug te sturen. Nou ja, D66 heeft een andere keuze gemaakt dan GroenLinks. En dat is aan hen om daar, ja, om daarvan te zeggen waarom ze dat vinden of waarom ze dat wel of niet goed vinden. Maar dit is onze positie. Bastiaan van Kampen wil graag weten, hoe kunnen we je helpen om onze idealen alsnog te realiseren? Bastiaan, dat is een hele goede vraag. We zijn zo ver gekomen als waar we nu staan. Een fantastische verkiezingswinst, dat hebben we geboekt omdat we met elkaar samenwerkten. En daarom moeten we de komende tijd sterk blijven. Bij ons is de teleurstelling groot en ik denk bij velen van jullie ook dat we niet zo gaan regeren. Maar je moet altijd de hoop houden. We moeten blijven doorbouwen aan onze beweging. Ook vanuit de oppositie zoeken naar meerderheden waarmee je resultaten kan bereiken. Het gesprek in Nederland veranderen. Laten zien dat praten over migranten en vluchtelingen alsof het een heel groot probleem is. Alsof we ons doel moet zijn om vluchtelingen buiten Europa en buiten Nederland te houden. Dat is niet goed. En dat gesprek veranderen. Zorgen dat mensen meer gaan nadenken over klimaatverandering en duurzame ontwikkeling. En andere partijen er ook voor zorgen dat zij hier ook verder in meegaan. We moeten samen verder bouwen aan onze beweging en zoveel mogelijk mensen overtuigen dat ze ook mee gaan doen. Dat hebben we het afgelopen jaar gedaan en dat gaan we de komende jaren samen mee door. Heel mooi. Oscar Rietkerk heeft de vraag. Zou een minderheidscoalitie gunstig zijn voor GroenLinks omdat we dan bijvoorbeeld op klimaat goede afspraken kunnen maken? Nou Oscar, ik weet niet of ik zou zeggen dat het gunstig zou zijn of niet, maar een minderheidskabinet hoeft geen probleem te zijn. Inderdaad, als er een minderheidskabinet komt, dan zal GroenLinks zeer bereid zijn om te kijken op welke onderdelen je zo'n kabinet zou kunnen steunen. Bovenaan dat lijstje staan natuurlijk duurzaamheidsonderwerpen, waarom zeggen daar moeten grote stappen worden gezet. Ja, en wij zijn altijd constructief geweest. Hè? Het feit dat je er op één punt niet uitkomt met een kabinet of dat je zegt, nou dit is niet het kabinetsbeleid wat wij kunnen uitdragen. Dat wil niet zeggen dat je niet probeert op onderdelen altijd te kijken waar je iets kan steunen of naar meerderheden kan zoeken. Dus ik snap heel goed, de informateur kijkt nu eerst naar welke meerderheidskabinetten zijn er nog mogelijk. Maar mocht er een minderheidskabinet komen, nou, dan kunnen we altijd kijken op welke manier we toch ervoor kunnen zorgen dat we zo'n kabinet steunen. En dat we daarmee onze idealen ook waar kunnen maken. Op die manier klimaat op de agenda houden. Zeker. Heel goed. Belangrijke vraag, hele belangrijke vraag van Bart. Jesse. Ja. Hoe gaat het met je? dat is een hele lieve vraag, Bart. Er zijn wel dagen geweest dat ik me beter heb gevoeld, om eerlijk te zijn. Als je heel lang hebt onderhandeld en geprobeerd om eruit te komen en iets lukt niet, dan is dat gewoon een teleurstelling. En het is een zware tijd geweest, maar uiteindelijk kijk ik erop terug dat ik denk, we hebben er alles aan gedaan om het te proberen. En uiteindelijk heb ik gezegd, we willen heel graag regeren als GroenLinks. Maar niet tegen iedere prijs. En de prijs die we moesten betalen door vluchtelingen te weren uit Europa, die prijs was te hoog. En daarmee gaat het tegelijkertijd ook goed met me op dit moment. Omdat we een keuze hebben gemaakt waarvan ik denk dat het voor ons in ieder geval de enige juiste was om te maken. Nou, er komen heel veel vragen binnen via Facebook, Twitter, de activisten ook. Die zijn ook heel actief weer, gelukkig. Heel goed. Ja, ze blijven bezig. Ja. Zo. Jan Hoogland wil wel weten, welke aanwijzingen jij zou hebben gehad aan die onderhandelingstafel, waaruit blijkt dat thema's als ongelijkheid en klimaat ook niet zouden lukken? Jan, dat is een goede vraag. Kijk, ik vind dat er nu te makkelijk door de anderen wordt gezegd, ja, hè, we hadden zeker op duurzaamheid, oh wat hadden we toch mooie resultaten binnen kunnen halen. Uiteindelijk moet je het dan eens zijn, wat zijn de doelstellingen die je hebt? Hoeveel CO2 moet je uitstoten? Hoeveel CO2-reductie moet je realiseren in 2030? Hè? Dat is dan waar je op richt om de klimaatafspraken van Parijs te halen. Kijk, de gesprekken die wij daar tot nu toe over hebben gehad aan de formatietafel, in de coalitieonderhandelingen, die gaven me niet veel hoop dat het echt zou lukken. Kijk, iedereen beleidt met zijn mond dat je de Parijsdoelstellingen moet halen. Maar als je dat wil doen, ja, dat is zo groot. Dat vraagt om zo'n grote verandering van je samenleving. De indicatie dat dat echt zou lukken, die heb ik nooit gehad. Sterker nog, ik wist dat dit een hele harde dobber zou worden om daar nog uit te komen, ook met deze partijen. Gaat het dan als oppositiepartij wel lukken? Zoals je net zei, dit gaan we wel in de Kamer. We blijven hiermee. Kijk, uiteindelijk, dit is te belangrijk. En we blijven hiermee doorgaan. En je moet nooit opgeven. Je moet
altijd proberen om door te gaan en meerderheden te zoeken en te zorgen dat je het debat over klimaat niet verstomt. En dat er eindelijk in de campagne werd er heel weinig over gesproken, veel te weinig. Dat het op de agenda blijft staan en dat we iedereen weten aan te moedigen om vooral over te gaan tot verduurzaming en zeker hier het kabinet. We gaan er, of het nou oppositie is of coalitie, alles aan doen om de klimaatafspraken van Parijs na te komen. Mooi streven, mooi doen. Zeker, belangrijk voor onze toekomst. Ja, zeker. Maar wat ook nog steeds speelt, is toch het migratieonderwerp. Mm-hmm. Misha Mos wil graag weten of je verrast bent dat D66 mee is gegaan met de kant van, althans wordt het al geïnterpreteerd, VVD en CDA. Terwijl ze ooit veel weerstand hadden tegen de Turkije. Met D66 zijn we altijd goed opgetrokken. Het is een partij die dicht bij ons staat, ook op het thema van migratie. En als het over die Turkije-deal gaat, zijn we inderdaad altijd samen opgetrokken hier in het parlement. Maar uiteindelijk moet iedere partij zelf een afweging maken in wat hij wel of niet acceptabel vindt. En voor ons is het terugsturen van politieke vluchtelingen naar een land waarvan je niet zeker weet dat ook echt veilig is. Waarin je uit berichten weet hoe dat met kinderen, met vluchtelingenkinderen wordt omgegaan. Ja, voor ons is dat de grens die wij niet over willen, maar het is aan andere partijen om daar zelf over te oordelen. Ja, dat zal je echt aan anderen moeten vragen. En dit is nu al, bedenk ik, de tweede keer dat ik zo'n antwoord geef. Maar ik vind het ook belangrijk. Ik wil niet afgeven op mijn politieke collega's met wie ik de afgelopen tijd heb zitten te onderhandelen. Zij hebben daar beduidend minder moeite mee om dat te doen. Maar ik denk dat het heel belangrijk is voor onze politieke cultuur, die willen we ook veranderen. Dat je elkaar met respect behandelt en dat je ook iedereen in zijn waarde laat in de keuzes die zij maken. Elsa van den Broek zegt, je lijkt heel ontspannen. Is dat ook zo? Ben je trots op het uiteindelijke besluit dat genomen is? Hoe moeilijk het misschien ook was. Trots is niet het woord, Elsa. Trots is, ik sta erachter. Maar als je het hebt over de vraag of ik ontspannen ben of niet, ja, ik ben wel ontspannen. Omdat je altijd ontspannen moet zijn. Zeker als leider van een politieke partij. Je moet heel helder voor ogen hebben. Er komt iemand binnen, geloof ik. Of niet? Wijnand. Kijk. Je moet heel helder. Je moet ontspannen kunnen zijn om de juiste keuzes te kunnen maken. En je moet je niet oplaten naaien. Hoe ernstig de situatie ook is. En hoe vervelend soms het ook is. Of hoeveel druk er ook op je schouders ligt. Je moet rustig blijven. Dat heb ik altijd van huis uit meegekregen. En daar ben ik heel blij mee dat in deze situaties kan. Panikeren is nog nooit iemand beter van geworden. Dus ja, ik baal heel erg. Het is niet iets om trots op te zijn. Maar ontspannen, dat ben ik wel, ja. En ik hoop je ook. Ja, dat is jammer dat Elze geen antwoord. Nee. We hebben ondertussen ook meer dan 2000 kijkers. Dat is misschien ook wel heel leuk. Dus we hopen dat er toen nog meer mensen bijkomen en hun vragen blijven stellen via Twitter, Facebook en de activisten. Ik noem ze toch nog maar een keer. Dat heeft ook Bente gedaan, Bente van Wanhooy. Kun je inzicht tonen in hoe ver de andere partijen wilden gaan met betrekking tot klimaat? Het blijft terugkomen. Ik heb het ook heel veel gehoord. Heel veel mensen zeggen van ja, maar klimaat, dat is zo belangrijk. En daar had je misschien wel resultaten op kunnen boeken. Kijk, het is. Wil je Parijs halen, dan heb je een doelstelling nodig van minimaal 55% CO2-reductie in 2030. Dan hebben we het over, ik heb uit mijn hoofd, 56 megatonnen die je moet terugdringen. Als je alle kolencentrales zou sluiten, dan heb je ongeveer 17 megaton. Dit is even de orde grootte voor wat voor operatie je staat. Het betekent dat we onze totale bebouwde omgeving, dat we daaraan energiebesparing moeten werken. Dat het ons wagenpark zal moeten veranderen. Dat zijn enorme veranderingen. En als je kijkt naar de verkiezingsprogramma's van de verschillende partijen, dan zie je hoe groot de verschillen zijn. Zeker met een partij als de VVD of het CDA. Dan zie je eigenlijk dat de stappen die ze in hun verkiezingsprogramma zetten bij lange na niet voldoende zijn om het akkoord van Parijs te halen. En ik heb aan de onderhandelingstafel, laat ik in die algemene termen zeggen, heb ik niet gezien dat ze zoveel extra stappen bereid waren te zetten om toch tot Parijs te komen. Helaas. Het is wel op tafel, ter tafel gekomen. Zeker, we hebben in de eerste ronde, niet nu, de afgelopen week, maar in de eerste ronde, de eerste 60 dagen, hebben we het ook over klimaat gehad. Kees de Waal zegt,
Ja, jij zegt steeds dat economische migranten wel teruggestuurd mogen worden. Maar hebben die mensen dan ook niet recht op een beter leven hier in het mooie, rijke, welvarende Westen? Nee, om heel eerlijk te zijn. Kijk, als je gelooft in het internationaal recht en in het vluchtelingenverdrag, daarin is gedefinieerd welke mensen recht hebben op asiel als ze vluchten. En ook welke mensen niet. En als je het draagvlak voor het opvangen van vluchtelingen overeind wil houden, dan moet je ook durven zeggen welke mensen niet welkom zijn. En economische vluchtelingen, hoe goed ik hun drijfveer om een beter leven op te bouwen ook begrijp, van hen moet je dus zeggen, oké, als je hier niet mag zijn, als je geen verblijfstatus krijgt, dan moet je ook terug naar het land waar je vandaan komt. Het erge is, onder het internationaal recht zijn deze landen ook verplicht om hun eigen onderdanen terug te nemen. Maar ze doen het niet. Nou, en daarvan vind ik, je moet afspraken maken met die landen dat ze het wel doen. Je moet ervoor zorgen dat deze mensen wel weer terug kunnen. Want in al die gesprekken die ik heb gevoerd de afgelopen jaar, juist ook met mensen die eigenlijk vroeger misschien nog wel links stemden, misschien wel sociaal-democratisch waren en nu op de PVV stemmen. Ik ben niemand tegengekomen die zegt, wij willen een Syrische vluchteling niet opvangen. Of iemand die vlucht voor oorlog en geweld. Of die bedreigd wordt vanwege zijn opvattingen of vanwege wie die houdt. Maar wel voor mensen die hier eigenlijk niet het recht hebben op onze bescherming. En daarom zeg ik, je moet dat onderscheid maken. En als ik nu kijk naar wie er binnenkomen in Europa, dan is 90% economische migrant. Die vallen niet onder het recht op bescherming zoals het vluchtelingenverdrag dat biedt. En daarom ben ik er echt voor om dat onderscheid aan te brengen. Ik weet dat dat niet altijd, hoe zeg je dat voor sommige mensen, of dat het misschien voor jou ook raar klinkt. Want iedereen moet toch het recht hebben om ergens een goed bestaan op te bouwen. En dat snap ik. Maar we moeten ook zorgen dat de samenleving het blijft dragen en accepteren dat we mensen opvangen die het echt, maar dan ook echt heel hard nodig hebben. Die 10% waar het wel om gaat om vluchtelingen die vanwege politieke omstandigheden of oorlog hier naartoe komen. Is dat dan misschien ook een beweegreden geweest om toch mee te doen aan die tweede ronde? Roland Vrijders vraagt zich dat af. Het lijkt erop, zegt hij, dat GroenLinks niet bereid was extra water bij de wijn te doen. Ja, kijk Roland, we hebben het geprobeerd. Of dat kon. Konden we water bij de wijn doen? Zou je kunnen zeggen, we gaan toch iedereen terugsturen die dan in Europa komt? En is dat op een manier te doen dat eigenlijk het principe dat we niemand willen wegsturen, politieke vluchtelingen, oorlogsvluchtelingen, dat dat toch overeind blijft? Ook daar hebben wij naar gezocht, ja. Omdat ik het een kabinet vormen te belangrijk vond. Maar uiteindelijk zijn we daar niet uitgekomen, omdat de juridische waarborgen, de juridische formuleringen op papier in een regeerakkoord niet genoeg vertrouwen geven voor hoe het in de praktijk uitpakt. Kijk, op dit moment kijk ik gewoon, er is één land wat we als een veilig derde land hebben aangemerkt, waar je mensen naar terug zou kunnen sturen. Dat is Turkije. En dat zou dan moeten voldoen op dit moment aan het internationale recht. Als je kijkt naar de situatie daar, gewoon in de praktijk, en de, nogmaals, kinderen die daar worden gedwongen tot kinderarbeid, dan is dat niet een land waarbij je vluchtelingen terug wil sturen. En ik heb niet het vertrouwen dat dat in Noord-Afrika een stuk beter zal zijn. Dat je daar betere afspraken kan maken. En daarom zeg ik, maak nou een onderscheid tussen politieke vluchtelingen en economische vluchtelingen. We hebben gekeken of wij hun kant op konden bewegen. De anderen wilden niet onze kant op komen. En daarom zitten we nog steeds vast op het punt van 15 mei. Zij kwamen niet jouw kant op? Zij kwamen ook niet onze kant op, nee. Toch, de kiezers, de stemmers, de achterban, daar komen toch ook veel vragen over. Want daar is ook natuurlijk heel veel diversiteit, zoveel mensen, zoveel meningen. Michel Koenen vraagt zich af, waarom is er niet meer rekening gehouden met al die verschillende meningen over migratie? Hoe denkt de partij dan al die teleurgestelde leden en kiezers weer aan zich te binden? Ik weet niet helemaal zeker of ik je vraag, goed begrijp, maar er zijn heel veel verschillende opvattingen in de samenleving over migratie. Sommige mensen zeggen, nou iedereen is welkom. Daar ging net een beetje de vraag naartoe. Zelfs economische vluchtelingen. Sommige mensen zeggen, helemaal is niemand meer welkom. Maar ik denk dat wij zijn op zoek gegaan naar de grootste gemene deler. Namelijk het idee dat je oorlogsvluchtelingen wel opvangt. En economische vluchtelingen weer terug laat gaan naar dat land waar ze vandaan komen. Op die manier hebben we gezocht, hoe kan je die verschillen nou bij elkaar brengen. We hebben gekeken of we met deze partijen, met wie je heel ver uit elkaar ligt, of je het met elkaar eens zou kunnen worden.
Maar dat is niet gelukt. En de teleurstelling dat het niet is gelukt, die is bij mij groot. En eigenlijk bij ons allemaal hier bij de fractie. We hadden zo graag in een kabinet gezeten om onze idealen daar waar te maken. Maar uiteindelijk moet je je de vraag stellen, is dit wat je kan accepteren? Ben je bereid om die politieke vluchtelingen terug te sturen? En die vraag die moest ik beantwoorden, die moesten wij hier beantwoorden. En het antwoord erop is nee. En het enige wat ik dan kan doen naar jou en naar al die andere mensen die op ons gestemd hebben, is vertellen en uitleggen waarom we iets hebben gedaan. Is bereid zijn jullie vragen te beantwoorden? En als het niet duidelijk is, het gewoon nog een keer te beantwoorden. Maar ik heb ook in de campagne al gezegd, ik kijk niet alleen naar opiniepeilingen over hoe iets zou liggen bij achterban of kiezer of de Nederlandse bevolking. We maken keuzes op basis van de waarden waarin we diep, diep, diep geloven. En op basis daarvan nemen we beslissingen. En over die beslissingen leggen we verantwoordingen af. En ik hoop dat jullie me daarin kunnen steunen. En dat is de manier waarop ik politiek bedrijf. Helder. Toch zijn er nog wat pijnpuntjes. Want Karin Zevensma heeft er moeite mee dat al die onderhandelingen geheim zijn. En jij bent ook voorzichtig met je woorden. Ja. Maar het is voor haar als kiezer niet inzichtelijk. Nee. En we zijn tegenwoordig een maatschappij waarin alles transparant is en alles op sociale media geuit wordt. Dus ja. Waarom blijft dat zo geheim? Ja, ik heb dat ook bij de vorige meet-up in het Paard van Troje uitgelegd. Als je met elkaar zit te onderhandelen, dan probeer je dingen te doen die ver van je afstaan. Dan probeer je te kijken of je compromissen kan sluiten. En dat betekent dat je van sommige standpunten afstand neemt en dat je soms nog probeert vrij verder te denken in hoe zou je tot elkaar kunnen komen. En ik vind het heel belangrijk dat er een vrije sfeer aan zo'n tafel is, zonder dat je bang hoeft te zijn dat andere mensen daar van alles over naar buiten gaan brengen. Dat is de reden waarom ik er nu niet zoveel over zeg. Omdat we uiteindelijk met elkaar hebben afgesproken dat we in al die vrijheid en openheid met elkaar zouden kunnen spreken. Dat klinkt misschien wat flauw voor je, want je denkt inderdaad, ja maar jongens, kijk nou eens de 21ste eeuw. Alles moet toch open zijn en transparant. Maar soms om ergens te komen is het belangrijk dat je ook even in alle rust met elkaar kan spreken. Zonder dat iedereen zich daar gelijk andere meningen over kunnen vormen. Of dat je iets inlevert zonder dat duidelijk is of je er iets voor terugkrijgt of wat de reden daarvan is. En dat je gelijk wordt afgebrand op zo'n punt. Dus vandaar dat ik er echt achter sta dat sommige dingen, dat je dat eerst in vertrouwelijkheid en beslotenheid met elkaar bespreekt. En dat je daarna daar verantwoording over aflegt, zoals ik dat hier nu ook doe. Ik heb ook al een paar dingen in ieder geval genoemd die wel of niet op tafel lagen. En zo probeer ik binnen de marges in ieder geval je toch een indruk te geven. En ik hoop dat het voldoende voor je is. Ja, gelijk in dit kader komt dan een volgende vraag van Denise Kaya. Ja. Je zegt al, we kunnen niet alles bespreken. Maar een van de drie belangrijke pijlers van GroenLinks is ongelijkheid. Mm-hmm. En dat tegengaan. Mm-hmm. Ze wil toch weten, wat is er besproken? Ja. Is het op tafel gekomen? Ja, we hebben het gehad over ongelijkheid. Kijk, het N-woord van nivellering, dat is geen succesverhaal. Met deze partijen, om dat te bespreken. Dus het echt terugdringen van de ongelijkheid in Nederland zou een hele moeilijke opgave worden. Dat wisten we. Nou, we hebben toch gekeken, zijn er dan toch zaken die je met elkaar zou kunnen doen? Kan je verder tot elkaar komen? Maar het is helaas, ook dat is niet gelukt. En ook de afstand daar was echt heel, heel, heel groot. Onze ambitie op dat punt is gewoon heel ferm. Niet alleen als het gaat over het terugdringen van inkomensongelijkheid, ook over vermogensongelijkheid. En natuurlijk ook het gewoon stevig aanpakken van het grote bedrijfsleven en van de banken. Dus ja, sommige partijen willen dat bankenbonussen, of de bonussen bij banken, dat de wetgeving die daarover is, dat soepeler wordt, zodat bijvoorbeeld bedrijven die dan nu in Engeland zitten vanwege de Brexit naar bijvoorbeeld Nederland zouden kunnen komen. Ja, zoiets willen wij helemaal niet. Dat past helemaal niet bij wie wij willen zijn als land. We moeten ervoor zorgen dat je hier niet allerlei rare bankenjongens en meisjes krijgt uit de Londense City. We hebben echte werkgelegenheid nodig voor al die mensen die in de crisis hun baan zijn verloren en nu nog niet aan het werk zijn. Vraag van Ruud. Wat gaat GroenLinks nu in de oppositie betekenen voor vluchtelingen? Ruud, dat is een hele goede vraag. Wij blijven ons inzetten om het debat in Nederland ook te normaliseren over vluchtelingen. En we blijven ons inzetten om ervoor te zorgen
dat Europa niet zijn grenzen sluit voor vluchtelingen en dat we mensen blijven opvangen. Daar zullen we de druk op het kabinet voortdurend op blijven opvoeren. Dat is wat wij zullen doen. Ik denk dat het heel belangrijk is om ons te beseffen dat als je het hebt over opvang in de regio, waar iedereen voor is, dat we ook zien dat al 95% van alle vluchtelingen daar wordt opgevangen. En wat wij zullen doen is ervoor zorgen dat Europa ook zijn aandeel neemt in het opvangen van echte vluchtelingen. Toch weer iets over binnenkamers, maar mm-hmm. een wat frivolere sfeer. Ja. Een vraag misschien van Flip de Koning. Want hoe was de sfeer aan tafel? Nou Flip, de sfeer was goed. Over het algemeen. De eerste ronde zeker was de sfeer heel goed. Dat was nu ook het geval, deze tweede ronde. Nu ging het soms iets harder, ging het er iets harder aan toe. Maar uiteindelijk hebben we, vind ik, in een goede sfeer met elkaar gesproken. En ik denk ook dat dat nodig is. Er werden genoeg grappen gemaakt. Soms ook hele harde en grove grappen. Soms hele fijngevoelige. Grappen over elkaar. We namen elkaar enigszins in de zeik. Ik vind dat altijd zeer bevorderlijk voor de sfeer. Als dat een beetje eerlijk verdeeld is, dan is dat een hele prettige manier van met elkaar werken. Het relativeert namelijk zo lekker. Dus dat was het geval. En we hebben nu twee keer aan tafel gezeten. Twee keer met twee volstrekt verschillende informateurs. En het was ook heel bijzonder om mee te maken. Ik heb grote waardering voor beide, maar zeker ook voor Herman Cenk Willink en hoe hij dat de afgelopen tijd heeft aangepakt. Het is heel bijzonder om zo iemand van zo dichtbij mee te mogen maken en mee te mogen samenwerken. Kan je daar iets meer over vertellen? Nou ja, Herman is een informateur die niet snel genoegen neemt met een antwoord. Dus heel precies weet door te vragen bij je en de scherpte opzoekt. En ja, heel helder wil weten waar je staat of wat wel kan en niet kan. En die heel goed de verschillende argumenten kan scheiden. Van inhoudelijk, tussen politiek, tussen principiële argumenten. En ik vond dat hij dat heel knap deed. Merel wil graag iets weten. Merel Smit over de tuin. Wat deden jullie toch de hele tijd in de tuin? Van het katshuis? Ja, dat hebben wij foto's gezien. Ja. Nou ja, Merel, dat is eigenlijk, het antwoord is vrij helder. Als je maar de hele tijd met elkaar binnen zit, dan wil je ook wel eens naar buiten. Gewoon even frisse lucht, even wandelen. Kijk, de hele dag zitten is voor twee dingen heel slecht. Voordat je het weet krijg je een buikje. En dat willen we natuurlijk niet hebben. En je krijgt last van je rug als je maar lang zit. Dus een beetje de benen strekken, een stukje lopen, frisse lucht. Dat zorgt ervoor dat, dat je letterlijk weer zuurstof krijgt. Om vervolgens weer met elkaar verder te praten. Dat was ook het voordeel, moet ik zeggen, om in het katshuis te zitten. Als je hier in de stadhouderskamer zit, op het Binnenhof, ja, dan kan je niet even naar buiten, want je loopt gelijk in een haag van camera's. Dus even rustig met elkaar babbelen of rondlopen, dat zit er daar niet in. En daar had je echt even de ruimte om dat te doen. Nu heb je het er ook over van beweging. Het gaat een beetje anders worden weer. Mm-hmm. Misschien weer terug naar de goede oude tijd. Wat gaat er nu veranderen weer in jou? Dagelijks leven. Weer tijd om te sporten. Weer tijd voor het gezin. Ik hoef nu niet aan de onderhandelingstafel te zitten. En dat betekent inderdaad een hele andere indeling van mijn dag. Ook gewoon het achterstallig onderhoud wat er ligt voor mijn werk hier op de fractie, waar ik niet aan toe ben gekomen. Alle gesprekken met al onze nieuwe Kamerleden. Dus ik kijk er heel erg naar uit om weer met hen veel meer te gaan samenwerken. Ik hoop inderdaad mijn vrouw en kinderen is wat regelmatiger te zien. En sporten, ja, dat is ook belangrijk. Wat ik zeg, als je maar lang genoeg blijft zitten en er staat altijd lekkers op tafel tijdens die onderhandelingen. Als je niet oppast, vliegen de kilo's eraan. Dus sporten en weer zorgen dat je fit bent voor de volgende battles die komen. Dat gaan we ook de komende tijd doen. We zijn bijna klaar. Heb je nog een paar laatste zinnen voor de mensen thuis? Nu al? Oh, wauw. Dat gaat snel. Lieve vrienden. Het was een kort moment waarin we even met elkaar konden spreken. En jullie hebben veel vragen gesteld, veel diverse vragen gesteld. En ik hoop dat ik jullie die vragen zo goed mogelijk heb beantwoord en een indruk heb kunnen geven waarom GroenLinks niet verder komt met deze onderhandelingen. Voor ons is het punt heel helder. Mensen die vluchten voor oorlog en geweld, die vangen we op. En ja, wij zijn bereid om het vluchtelingenbeleid ook in Nederland en Europa aan te scherpen. Om ervoor te zorgen dat we het draagvlak behouden. Dat migratie veel voorspelbaarder wordt, veel beter georganiseerd. Maar we gaan er niet toe over om mensen die vluchten voor oorlog en geweld weg te sturen. En misschien
ben je daarmee nog steeds teleurgesteld? Dan denk je, ja, was het nou maar op al die andere thema's goed gegaan? Hadden we op klimaat maar het maximale binnengehaald? Besef je dat toen wij voor het eerst gingen praten, de afstand zo groot was tussen deze partijen dat niemand het voor mogelijk hield dat we elkaar zouden vinden? En dat het ook niet zo gemakkelijk was geweest. En naar ik denk ook bijna onmogelijk om de doelstellingen van Parijs ook helemaal te halen. Zonder papieren trucjes. Het enige wat ik je tot slot echt nog wil meegeven, is dat wij hier op de fractie er alles aan hebben gedaan om eruit te komen. Maar er zijn grenzen. Wij willen heel graag regeren. Heel graag onze verantwoordelijkheid nemen voor het bestuur van Nederland. Maar niet tegen iedere prijs. Dank jullie wel voor vanavond en we zien elkaar snel.